Ik heb over het algemeen een hele mooie koers gezien. Echt de wielersport van de bovenste plank. Waar wij als ploeg heel de dag in controle wilden zijn en ook heel de dag in controle zijn geweest. En waar we op het laatst net iets tekort komen om echt voor de overwinning mee te doen. Maar we zijn gewoon waren vandaag goed. Niet super, maar dat kan denk ik niet gezien de voorbereiding. Maar kijken terug met een goed gevoel. Liet Teunissen weten dat hij niet goed was vandaag? Ja, na de Molenberg gaf hij aan dat hij niet super was. Vandaar dat hebben we geprobeerd achteruit druk te zetten. Maar wat Wout ook al aangaf, kreeg telkens wel renners mee, maar dat waren niet velen. En eentje kan je dan ook niet, dus zodoende. Ja. Het zag in het begin heel erg veelbelovend uit hoe Mike Teunissen rondreed. Ja, nee, precies. Maar Mike heeft natuurlijk ook gewoon een hele goede koers gereden. Hè. En daar moet je ook gewoon tevreden mee zijn. Alleen op dit moment net niet goed genoeg in zo'n zware wedstrijd om de overwinning naar zich toe te trekken. Wat vooral ook opviel is hoe sterk jullie in de breedte zijn. Zeg maar, het blok zoals we dat altijd zagen van Quickstep, ja, nu echt een geduchte tegenstander. Absoluut. En daarnaast Amund Jansen, die is dan nog twee keer te val gekomen. En op de Paddenstraat de strijd moeten staken. Als we die ook nog in de finale hadden kunnen uitspelen, dan met een hele sterke Pascal Eekhoorn, maar eigenlijk heel de ploeg heeft fantastisch gereden. Dan denk ik dat we in de breedte klaar zijn inderdaad. Twee mannen die goed rijden, die wel van hoogte komen. Is het dan jammer dat die niet toch al iets eerder koers zitten op hebben doen? Want anders kunnen ze misschien winnen. Nee, want uiteraard, u wil het graag winnen, maar het seizoen is nog langer dan alleen Omloop het Nieuwsblad. En we hebben van de winter besloten dat we ook andere teamdoelen hebben, latere doelen, waar die jongens echt toppen moeten zijn. Dus dat is zeker niet jammer. Nee.